Oké, die jongen tegenover heeft een video gemaakt dat heet Stop Hiermee. En hij is echt een grote loser. Ik snap... Fuck you, bitch, shut the fuck up. Oh, stop. Ik kan het zelf ook wel vertellen, jongens. Hey, what's Gucci? En mijn naam is nog steeds Steven Vechten. Ja, dan ga ik jullie haarfijn vertellen. Oké, jongens, ik ga jullie haarfijn vertellen waar deze video over gaat. Snap je haarfijn? Dus de laatste tijd erger ik me echt dood aan mensen. En dan niet dat je denkt van, goh, ik erger me nou echt. Nee, ik erger me echt op deze manier. Gewoon dat ik gewoon zin heb om dat te doen. Om op zijn hoofd. Maar ja, dat kan dus natuurlijk niet. Dan worden mensen weer boos omheen. Oké, deze laatste tijd erger ik me echt aan één ding. En dat is dat mensen zeggen dat ze dingen beter kunnen. Oké, ik snap dat je misschien ergens goed in bent. Alsjeblieft, zeg dan niet dat je overal goed in bent. Want het gaat gewoon zo. Hey Steven, alsjeblieft, laat mij je video's editen. Want je kan echt niet editen. Je bent f***ing slecht. En... ik kan gewoon beter editen, dus laat mij gewoon editen. Maar voor 10 euro per uur doe ik het alleen. Hoi. Wat denk jij? Ik wil wel geld verdienen. Ik weet dat ik slecht ben, maar alsjeblieft. Ga niet tegen me zeggen dat jij mijn video's moet gaan editen. Want ten eerste zegt hij van, hey, ik edit je video's. Maar wil ik wel 10 euro per uur hebben of zoiets? Denk ik ook van, gast, what the fuck. Oké, boys and girls. Nummer 2 is echt heel vervelend. Waar gaat het om? Het is als je vriend. Dus jij hebt een vriend, maar die gaat ook naar een andere vriendengroep. En daar is hij echt vet gangster, weet je. Daar gaat hij echt gewoon je vet breed aan het doen. En dan zie je gewoon heel wat anders. En je komt er tegen en hij is met die vriendengroep. En je zegt gewoon, hey, Pieter. Zijn naam is Pieter dan. Hij kijkt je aan en het enige wat hij doet is niks. Yeah. Wil jij nou ook zo'n mooi horloge? Ga dan naar. Hey Pieter! Maar het vervelendste komt later, wat hij dan doet. Wat hij dan doet is gewoon, hij gaat naar je toe en hij gaat zijn excuses aanbieden. Yo, dat denk je ook van. Hey Steven man, ik wil even sorry zeggen, spijt me echt dat ik niks tegen je zei. Oké, dus dit is nummer 3. Dit was gisteren begonnen, dat vond ik echt fucking vervelend. Want gisteren had ik dus deze foto op Insta gezet. Was echt, kijk hoe cute, dat is wel vet schattig. Maar oké, dus ik heb gewoon deze foto op Insta gezet. En ik ging een beetje scrollen. Ik heb dus blijkbaar heel veel mensen beledigd met deze foto. Want ze zaten allemaal te zeiken dat ik zat te forceren. Dus ik dacht van, yo, hey, wat? Ik forceer hem niet, holy moly. Dus ik scroll een beetje door in Insta heen. Dat is niet slim als je haat gegeven op YouTube of zo. En je hebt je account openbaar. En vooral niet als je je nummer en je woonplaats erbij zet. Ze is echt gewoon, ze was een splinter, ja? Sorry dat ik het zeg, gewoon papiertje. Gewoon plat, ja? Maar op die foto, hè, wat deed zij? Ze zat daar reet te forceren. Ik zat echt van, hoe kan je tegen mij zeggen, oh, forceer weer? Omdat ik gewoon via de zijkant een foto maakte. Ik was gewoon FIFA aan het doen, dus yo. Ik was gewoon FIFA aan het doen, weet je? Die foto werd zo genomen, ik deed FIFA. En dan gaat ze zeggen, oh, forceer weer van de zijkant. Sorry hoor, maar daar kan ik echt niet tegen. Waarom ga je tegen andere mensen zeggen terwijl je het zelf ook doet? Kijk, als je het zelf niet deed, dan snap ik het. Dan had je me helemaal kunnen uitschelden. Oké, nummer 4 is iets wat ik laatst had. Ik ga elk weekend met de trein, want dan moet ik werken. YouTube, hè? Werken, mannetje. En dan heb je zulke mensen die gaan in de trein. De trein is helemaal vol, hè? Je kan nergens meer zitten, dacht je, tot je ziet de plek. Maar wat zit daar? Er zit een jongen ongeveer van mijn leeftijd, ik denk net wat ouder. Die zet zijn tas op de stoel. Dus ik dacht, oh, ik zeg gewoon, hé, mag ik hier zitten? Want ik moet 2 uur, 3 uur in de trein. Gast, laat me zitten. Dus ik zeg, mag ik misschien hier zitten? Hij kijkt me aan, maar hij zegt niks. Dus ik dacht, oh, ik vraag nog een keer, misschien heeft hij het niet gehoord. Dus ik ga zo naar hem toe, ik zeg, man, mag ik hier zitten? Bedoelt die gast? Hij kijkt me aan, maar hij zegt helemaal niks. Oké, dus nummer 5 is echt iets irritants. Als ik een jongen dit zie doen, wil ik echt elke tand uit zijn mond slaan. Maar ook gewoon niet zacht, maar ook gewoon, dan ben je gewoon de hele dag door. Het is als hij de hele tijd zijn tong uitsteekt. Dan denk ik van, Steven, iedereen steekt zijn tong uit. Wat is daar nou weer verkeerd aan? Nou, kijk, dit. Oh, ik ga naar de sportschool. Weet je, je snapt wat ik doe, hè? Dan gaat hij helemaal zo beneden. Oké, dus, vond je deze video nog leuk? Zorg dan zeker voor de like en abonneer. Dat kan allemaal hier beneden. En zorg ook zeker voor dat jij deze video even deelt met je vrienden. Want hey, dan ga ik weer dik, ga jij dik. Zie jou met je leuke koppie. Je later. Grew up, a screw up, got introduced to the game. Got announced and guess what, didn't do much. So who want what? The crew run. To the clearance track where everything is 2 for 1. I make music for fun, see I'ma do it and done. Walk your people with guns when you can do it with tongue. The cunnilingus tango, got me